Een leuke verrassing voor de bewoners van verzorgingstehuis Vreeswijk in Nieuwegein. Radio M heeft een verrassingsoptreden georganiseerd voor mevrouw Van Dijl. Haar zoon en een verslaggever overvallen haar op de kamer. Nou, we gaan er verrassen. Heeft u er zin in? Ja, helemaal. Let's go. Laten we gaan. Oké, doen we. Wat gaan jullie dan doen? Een hele mooie verrassing voor u. Oh, dat is spannend. Op naar de zaal dan maar. Maar dat mevrouw Van Dijls lievelingsartiest Willeke Alberti komt optreden, dat weet nog niemand. Het is een idee van haar zoon. Ik heb er opgegeven omdat ik hoopte dat ze dit nog een keer kon meemaken. Eigenlijk was oorspronkelijk de bedoeling met mijn vader samen, maar dat lukte niet meer. Die is overleden. Maar voor haar, en ik zie er nu al genieten, moet het een verrassing zijn. Het publiek zit klaar en voor sommigen duurt het wachten wel erg lang. Maar Willeke treedt vaker op voor ouderen en zij weet dat de sfeer er zo weer in zit. We zingen met z'n allen en we hebben plezier met z'n allen. En ik hoop dat het net zo gezellig wordt als al die honderden optredens die we al gedaan hebben. Als ook mevrouw Van Dijl is geïnstalleerd, maakt de verslaggever van Radio M bekend om welke topartiest het gaat. Goed zien. Applaus voor mevrouw Van Dijl. Willeke Alberti. Het feest barst los en mevrouw Van Dijl heeft het ook naar de zin. Ja, erg leuk. Ja. En het was nog lang onrustig in verzorgingstehuis Vreeswijk.